Wij van Sunweb TV hebben een gesprek gehad met Lloyd Pohl, voorzitter van de bond bij AZP. In het gesprek hebben wij het gehad over het vonnis die vandaag moet worden uitgesproken door de rechter en ook de ALV's die worden gehouden. Hier de reactie van de voorzitter van de bond bij AZP, Lloyd Pohl. De situatie is dat er een toelage moet worden uitbetaald. En dat is noemen we de overbrugging en de werving- en behoudstoelage. En vanuit de regering is er een eenzijdig besluit genomen dat deze toelage over de maand juli niet wordt uitbetaald. Vorig jaar hadden we ook hetzelfde probleem. En bij ons kan dat niet in, omdat er afspraken zijn gemaakt over de toelage. Het grootste probleem is dat die toelage wordt verward met de koopkrachtversterking die de landsdienaren en aan hen gelijkgestelden ontvangen. En dat is een groot verschil van de overbrugging en de werving- en behoudstoelage die personeel van zorginstellingen kregen. En u zegt, ze hebben op zichzelf een besluit genomen, met andere woorden zegt u, zonder in contact te treden met de bond? Niet alleen zonder in contact te treden met de bond, maar ik ben van mening ook met de directies. Het is zo dat er een brief is gegaan vanuit NZR richting de minister voor het uitbetalen van de toelages over een paar maanden, waaronder ook juli. En op dat schrijven heeft de minister dan geantwoord dat die toelage over de maand juli niet zal worden betaald, omdat de koopkrachtversterking van de landsdienaren en daaraan hen gelijkgestelden ook niet wordt betaald, worden van gelijke strekking. Dus voor ons is het een eenzijdig besluitje. Oké. Al geruime tijd houden jullie, of hebben jullie ALV's. Wat zijn de punten of wat zijn er allemaal besproken tijdens de ALV's? Want vrijdag heb ik vernomen, gisteren ook nog een ALV. Hebben jullie vandaag ook nog ALV? Ja, vandaag wordt er ook een ALV gehouden. Kijk, wij hebben vanaf 16 juli, toen we hebben vernomen dat de minister heeft aangegeven dat de overbruggingstoelage niet zou worden uitbetaald, hebben wij een schrijven gericht naar de minister, waarin wij duidelijk hebben gemaakt, dat is de ABLAS, de bond van AZ, dat wij dit niet kunnen accepteren omdat er andere afspraken zijn en omdat de overbruggingstoelage los moet worden gezien van de koopkrachtversterking. Op 19 juli hebben wij eveneens een schrijven gestuurd, maar dan wel met andere bonden. Dat noemen wij de gezamenlijke bundeling of bundeling van bonden binnen de zorgsector, waarin wij ook het ultimatum van 5 augustus aan de minister hebben gesteld. De minister heeft niet geantwoord op het schrijven, eerder dan pas 6 augustus, en waarin hij heeft aangegeven dat de toelage niet zal worden uitbetaald. Wij hebben toen ALV's gehouden en vanuit de ALV is er toen een besluit gekomen om een ander ultimatum te stellen tot 15 augustus. Dus je merkt, vanuit het personeel, vanuit de vakbeweging zijn wij redelijk en billig geweest en gebleven. De minister heeft ons toen uitgenodigd op 15 augustus. We zijn geweest. En ja, ik denk dat ik het interview ook bij u heb afgestaan toen. Het is niet goed verlopen. De meeting was duidelijk eentje van, ik heb al aangegeven dat het niet zal worden uitbetaald en ga uw leden uitleggen. En als dat niet gebeurt, als jullie in actie willen komen of zo, dan ga ik wel een maatregel daartegen treffen. We hebben het gebracht naar de leden en de leden hebben toen bepaald, samen in de ALV hebben we toen bepaald, dat wij elke dag in ALV zullen komen totdat aan onze eisen is voldaan. Dus zodoende zijn wij vanaf vrijdag in algemene ledenvergadering bij elkaar. Gisteren hebben wij wederom gepland om in algemene ledenvergadering bij elkaar te komen. En eventjes daarvoor kregen we een deurwaardersexploot, waarbij wij zijn opgeroepen om te verschijnen voor de rechter tegen 2:00. Gisteren. Dat was tegen 10:10. En we hebben onze ALV gehouden. ALV is dus 1:00 gehouden over 1:00. En daarna zijn we naar de rechter geweest, ja. En nadien, ik heb ook vernomen dat, ja, dat vandaag een vonnis wordt uitgesproken in deze case. Wat verwacht u? Dus kijk u, je weet nooit wat de rechter gaat zeggen. Want jouw zienswijze hoeft niet de zienswijze van de rechter te zijn.
Maar als we kijken naar de documentatie die wij hebben aangeleverd bij de rechter, dan kan de rechter niets anders doen dan aan de hand van de documentatie ons gelijk geven. Misschien gaat de rechter niet zeggen, je moet staken, want dat verwachten we niet van de rechter. Maar in elk geval dat het duidelijk is dat het geld moet worden uitbetaald. Want wat is de hamvraag voor de rechter op dit moment? De staat heeft gevorderd dat wij de staking onmiddellijk moeten opheffen. En als wij dat niet doen, dat er een dwangsom moet worden betaald van 50.000 Surinaamse dollars per dag. U begrijpt, de bond naar money, dus de man wordt onder druk. Bij de rechter hebben wij documentatie aangeleverd. Er is over en weer gediscussieerd. Wij van de vakbeweging, er waren aanwezig een vertegenwoordiging van SLANS. En ik denk ook andere ziekenhuizen, want meneer Edam geeft daar leiding. En ook aan andere ziekenhuizen. Vertegenwoordiging van het LK ziekenhuis en vertegenwoordiger van de bond van AZ. Maar gedacht waren SLANS, AZ en LKZ. Zo. Wij hebben duidelijk aangegeven dat de minister bewust en of onbewust verwarring zaait als het gaat over de koopkrachtversterking en de werving- en behoudstoelage. Dat hebben we duidelijk aangegeven, ook door middel van documentatie. Dus de rechter heeft toen aangegeven dat hij vandaag vonnis wil vellen en dat hij de documentatie eerst gaat bestuderen alvorens vonnis te vellen. Dus daarop wachten wij. Omdat de minister blijft aangeven, blijft beredeneren dat er geen grondslag is om de toelage te betalen. En wij zeggen er is wel grondslag. Dus vandaag gaat de rechter aangeven als volgens zijn zienswijze en de bestudeerde documentatie er wel grondslag is om de toelage te betalen of niet. Oké, dus voor alle verduidelijking, jullie zijn niet in staking of in actie. Jullie houden gewoon deze dagen ALV's. Dus kijk, bij de rechter heeft de minister ook aangegeven dat de ziekenhuizen lam zijn gelegd. U bent in het ziekenhuis gekomen, ziet u dat het ziekenhuis is lam gelegd. Toch? Dus we hebben de rechter toen ook aangegeven, het klopt niet, is niet waar. We zijn in ALV met onze leden en elke dag komen we in ALV. Waarom? Omdat we een oplossing willen voor het probleem dat er al lang heerst. Sinds vorig jaar hebben we dit probleem. Heeft u nog iets te vermelden? Nou, kijk, u, verleden had ik het al gezegd. Wij willen niemand duperen, want wij willen ook ervan beschuldigd dat we de gemeenschap duperen. Maar wij zijn van mening dat dit alles de schuld is van de minister bij deze als vertegenwoordiger van de regering. Omdat als je afspraken nakomt, dan hebben we deze situaties niet. Wat wij hopen is dat in ons optiek de rechter een besluit neemt. We zoeken niet naar gelijk. We zoeken naar een oplossing. En de oplossing voor ons is dat de toelages uitbetaald moeten worden. We hebben de rechter ook aangegeven, want de rechter is van mening. We moeten een oplossingsmodel bedenken. Wij zeggen, kijk, als de regering dat geld nu niet direct kan betalen, laten we aan tafel gaan aangeven wanneer het wel betaald kan worden. Zodat we een compromis kunnen vinden die voor beide partijen redelijk en billig is. Maar de minister houdt stevast aan, er is geen grondslag om te betalen. Ja toch, dus wij willen de gemeenschap niet duperen, dat doen we ook niet. Maar wij vragen wel een oplossing voor deze kwestie. U moet begrijpen, de mensen hebben het verschrikkelijk zwaar. Ik denk dat u de media ook volgt, u bent zelf van de media. Op dit moment hebben we weer problemen bij de kinderafdeling. Het personeel die achterblijft moet extra hard werken. Waarom kan het personeel niet gewaardeerd worden daarvoor? Toch, er is onderbezetting. Er is frustratie in het land. Alles wordt duurder. Waarom kunnen afspraken die gemaakt zijn met de zorg niet worden nagekomen? Ja, toch, het zijn geen nieuwe dingen die we zoeken of andere dingen. Wat wij vragen is dat er geen andere draai wordt gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt. Laat de regering gewoon over de tafel komen met de waardering naar de zorg. En dat, laten we eerlijk zijn, is een druppel op een hete plaat, maar die mensen hebben het nodig. Want als we gaan naar werkelijke waardering voor de zorg, dan praten we op dit moment over financiële waardering. Want er zijn ook andere methodes waarop je de mensen moet waarderen. Die mensen verdienen het. Maar als je kijkt naar waardering, dan zou het niet dit moeten zijn. De overbrugging en werving en behoudstoelage, dat wil ik ook vermelden, is in feite een oplossing, een tussentijdse oplossing,
om te komen tot de loonreeks voor de zorgsector. Wij hebben dit toen voorgesteld omdat plotseling er geen zicht meer was op wanneer die loonreeks komt enzovoorts. Er was ook onrust in het ziekenhuis. Als tussentijdse oplossing hebben wij van de vakbeweging het toen voorgesteld. En ook vanuit de directeuren is er toen een voorstel gedaan. En zo hebben we onderhandeld. Er is zelfs gestaakt toen ervoor. En zo zijn we tot een compromis gekomen. Dus ik vind dat er op dit moment zomaar onrust wordt gecreëerd.